Heb je een moment, oftewel heb je een ogenblik, maar dat wordt in de natuurkunde niet bedoeld met een moment. Wat wel, dat weet je op het eind van deze presentatie. Moment gaat over het draaien van iets. We nemen hier een balk. We draaien een schroef in het midden, zodat de balk er omheen kan draaien. Maar omdat de schroef precies in het midden van de balk zit, zal het niet uit zichzelf om de schroef gaan draaien, welke draaias of draaipunt wordt genoemd. Belangrijk is wel dat je onthoudt dat bij draaien er altijd een draaipunt of draaias moet zijn. Op zich logisch, maar wel even belangrijk. We gaan tegen de balk aanduwen. Wat gebeurt er hier? Tja, niets. De balk gaat niet draaien, want er wordt tegen het draaipunt aangeduwd. Niet slim dus, want je kunt beter ernaast gaan duwen. Om de balk te laten draaien is dus een kracht nodig. Maar die moet je niet op het draaipunt gericht hebben. Je ziet dat de werklijn van de kracht niet door het draaipunt heen moet gaan. De afstand van werklijn tot draaipunt, dat wordt de arm van een kracht genoemd. En die was dus voor de vinger tegen de schroef aan 0, maar nu heeft die arm een echte afstand. Je kunt hier gaan duwen, maar vlakbij het draaipunt heb je een grote kracht nodig. Het gaat makkelijker als je op een wat grotere afstand gaat duwen. Als je er kijkt, dan is duidelijk dat een kleine arm een grote kracht vereist en bij een grote arm heb je een kleine kracht nodig. Een kracht die iets laat draaien, die heeft een eigenschap. En die eigenschap, dat noemen we moment. Het moment geeft aan hoe makkelijk iets kan gaan draaien. Symbool voor moment is de hoofdletter M. En de formule voor het moment is M is F maal R. R is de arm in meters, F de kracht in newtons en M is moment in, nou je doet F maal R, dus N maal M, dus het moment is newton meter, N M, dus moment is F maal R. We duwen weer tegen de balk aan. De balk gaat linksom draaien. Het moment noemen we dan ook linksom. En als we aan de andere kant gaan duwen, dan krijgen we dus een moment welke rechtsom is. Een moment heeft dus een richting. Let op dat je niet alleen hoeft te duwen, je kunt natuurlijk ook trekken met een koord. Je krijgt een spankracht. De arm blijft natuurlijk gelijk, vanaf de schroef tot aan de kracht, vanaf het draaipunt tot aan de kracht. Maar wat nu? De kracht die gaat scheef staan. De arm is niet meer gelijk aan wat we zo net hebben gedaan. Wat is de arm wel? Nou, voor de afstand moet je de werklijn hebben. En dan is de arm is de kortste afstand tussen het draaipunt en de werklijn. Dat is dus hier de loodrechte afstand 90 graden. De arm wordt dus korter. Dat wordt helemaal duidelijk als we de kracht nog verder laten afbuigen. In dit geval is de arm zelfs gelijk aan 0. Oftewel, met deze kracht zal de balk niet gaan draaien. Nog een andere oefening. In dit geval geen balk, maar een sleutel om te draaien. Ga eerst even zelf ermee bezig. Klik dus eerst even op pauze en kijk daarna of je het allemaal goed hebt opgelost. Oké, als je het allemaal goed hebt opgelost, kijken we nu eerst naar A. Bij A moet het moment worden berekend, dus M is F maal R. Invullen geeft het moment, namelijk 30 keer 0,15 is 4,5 newtonmeter. Twee dingen om even op te letten. De afstand altijd in meters en vergeet de eenheid niet, newtonmeters. Bij B wordt een kracht gevraagd. Je gebruikt weer M is F maal R,
maar f wordt gevraagd, dus f is dan m gedeeld door r. Invullen krijg je een kracht van 23 newton. Twee dingen wil ik graag dat je in je schrift zet. Wat is het moment van een kracht? En wat zijn de voorwaarden voor een voorwerp als het kan gaan draaien? Doe dit zoveel mogelijk in eigen woorden. Dat was het weer.